melden dat. Ja, de game wordt de laatste tijd niet meer zo heel erg actief gespeeld. Dat zou. Ja, en dat heeft allemaal meerdere redenen. De een heeft minder tijd omdat hij school heeft moeten leren, examens en dat soort dingen. De andere heeft privéomstandigheden. Zeg maar dat er iemand overleden is of die is gewoon heel erg ziek en dat soort dingen. En de crew valt er ook een beetje onder die mensen waar het ook minder actief wordt. En zelfs door deze, ja, dat niet, de laatste niet zo heel veel activiteit meer op gamen, want nu zie ik alleen nog maar vaste leden zoals Lachwekkie, Plezier, PTM en nog een aantal van die Goldies. En ik zie gewoon de meeste activiteit gewoon bij het Cruisteden of bij Eurosteden of zo. En dan, als ik zeg maar naar de chat kijk en dan naar bijvoorbeeld, en dan zie ik gewoon dat er gaten zijn van wanneer er iemand reageert. Je ziet zo bijvoorbeeld ook gewoon een reactie van bijna. Nou, je ziet ook gewoon pas de ja, reactie van 11:50 bijvoorbeeld. En dan een uur later weer een volgende reactie in de chat bijvoorbeeld. Daarom is het ook. Als de site gewoon actief is, dan is het ook veel leuker om te spelen. Ik zelf als crew dit vind steeds. Het is een, zeg maar, een beslissing die ik zeg maar kan nemen dat ik gewoon ga stoppen. Want er is gewoon heel weinig activiteit. Gewoon. Heel weinig moorden, heel weinig. Je ziet gewoon bij de moorden gewoon zeg maar één naam gewoon heel vaak tussen staan nu. Omdat zeg maar heel veel spelers, ja, die zijn volgens mij of weggegaan of weet ik veel waar naartoe. Ik heb hier geen woorden voor. Het is. Ja, wat kan ik nou ook zeggen? Dit is gewoon alsof je op de begraafplaats komt en zegt. En je mag gewoon niks zeggen op de begraafplaats, want je moet gewoon netjes stil zijn. Ja, het is gewoon een begraafplaats, dit. Of het is gewoon een examen en dan zeg en je wilt iets zeggen, maar. Je mag gewoon niks zeggen, want je moet stil zijn, want anders moet je je toetsen leveren. Nou ja, het is gewoon. Tja. Activiteit, daar gaat het allemaal om, hè. Weet je wat? Het is bijna carnaval, mensen, en dan, ja. De activiteit slaat de hakten door. De peper en zout slaan door mijn lichaam heen. De karnemelsaus is zeg maar uit mijn karma gezonken. Ik begin een beetje verduffeld te raken door. Ik begin een beetje te denken, waarvoor moet ik wel moeite doen en waarvoor moet ik geen moeite doen? En wat wil ik nog bereiken? Wat wil ik niet bereiken? Waarom zou ik iets niet willen bereiken? Ik wil gewoon duidelijk iets wel bereiken, maar als ik zoiets zie, ik zie gewoon een site, je komt op een site terecht met
5000, meer dan 5006, om 5000, bijna 5700 koolies. En dan zie je gewoon een site waar 7 spelers online zijn. En dan moet ik denken, tja, wat moet ik dan gaan doen op zo'n game? Ik zie ook bijvoorbeeld gewoon, ja, die zou het komen omdat, zou het ook gewoon komen omdat, zeg maar, mafia games niet meer zo interessant zijn, dat er nu nieuwe games zijn waarvan mensen, ja, dat ga ik nou echt spelen. Dus ik zou zelf niet weten wat, ja, wat ze moeten doen. Weet je, ik, misschien ga ik stoppen van de week. Misschien ga ik gewoon op bed liggen en roepen, yes, ik ben eigenlijk gestopt, want ik ben van een Zuid-Wijk ongelukkig. Dan wordt de week er vanaf gegaan, want... Maar desondanks zou ik nu even zeggen, lach Becky, jij doet het gewoon uitstekend als goalie. Jij bent de enige, zeg maar, jij bent de actiefste goalie, kan ik wel zeggen, van heel deze game. Daarom vind jij het grootste respect. Je ziet het ook gewoon duidelijk bij top 15 uur actief online. Lach Becky 1, Lady Gaga, Lady Lila 2, Donna 3 en Grim Reaper op 4. Maar die is laatst ook niet zo heel erg actief. Grim Reaper, die begint ook steeds minder actief te zijn. En dan zie je bij de 15e plek Roos, 45 uur. En dan daarna Knokken, 54 uur. Ja, dus zij doet gewoon echt helemaal niet actief meer bekeken. Het heeft allemaal redenen, persoonlijke redenen, alles, van alles en nog wat. Het is gewoon, je kunt er wel voor schamen, denk ik, voor je site. Er zijn zoveel goldies en je ziet gewoon een site van, zeg maar, waar 300 goldies voor nodig zijn of zo. Van, zeg maar, 10 die af en toe een beetje actief zijn, 10 tot 15, 20, 30, ja. En je wordt gewoon heel erg gekild ook, en ja, pja, pja. Ja, weet u, kan er op zich niet zo heel veel aan doen. Alhoewel, ja, weet u, is ook niet heel erg vaak online meer. Ja, trouwens, weet u, doet gewoon haar best en probeert gewoon altijd haar ding te doen. Ze heeft gewoon altijd leuk, ze heeft gewoon leuke prijzen. Maar als de site ook heel erg actief is, en dan zijn die prijzen gewoon iets te hoogwaardig om dan nog uit te delen. Want de site is gewoon niet actief. Nogmaals, niet actief. En daarom vind ik het ook niet te verdienen dat degene die nou eerst komt, staan gewoon 25 euro wint. Dus gewoon 5 euro voor mij. 5 echt euro's zijn het gewoon voor mij dit. Dus ik doei goldies, dit is mijn video.